staan op de open dag van de Parallelstuur A12. Twee nieuwe provinciale wegen, de N451 en N457, die ook deze week open gaan voor verkeer. Met deze nieuwe provinciale wegen verbeteren we de regionale bereikbaarheid en zorgen we voor een alternatief voor de drukke knooppunt Gouwen. Het project heeft een aantal mooie onderdelen, zoals de nieuwe Amaliabrug en de onderdoorgang A12. En met deze nieuwe provinciale wegen zorgen we voor een betere bereikbaarheid van de provincie Zuid-Holland. Nieuwsgierigheid. We zijn even benieuwd hoe het wordt hier. We wonen in Moordrecht en dit is redelijk in de buurt. En ik denk dat we hier ook wel gebruik van zullen gaan maken. Het zit er dik in. Ja, dat scheelt een hoop tijd. En hoe bijzonder is het om op een N-weg te mogen fietsen? Dat blijven de kinderen zich wel heugen, denk ik. Kijk hoor, hoe lang de nieuwe weg is in totaal? Ja, en dat is de vraag. Weten we dat? Voor de kinderen is skileren en skateboarden natuurlijk fantastisch op glad asfalt. Dit maak je niet meer mee dat je er hier overheen kan lopen of fietsen. Ik ben in de tijd ook bij het Gouwen Aqueduct geweest. Dat kon je ook fietsen, dus dat heb ik ook meegemaakt. Ja, als kind hè. Dat kan ik me goed herinneren nog. Dat was wel indrukwekkend. Ik heb natuurlijk de aanbouw ook een beetje kunnen volgen. Want ik werk in Den Haag, dus ik kom daar natuurlijk regelmatig langs. Dus ik... Ja, ik vind het heel prachtig. Ik reed best wel vaak langs, dus ik was wel benieuwd hoe het eruit ziet. Ik ben benieuwd hoe ze het daar verder op de aansluiting met de A20 hebben gemaakt. We staan vaak stil op de A12, A20. Het kan wel handig zijn als we een file hebben. Dan, Een sluiproute. Ja. Normaal gingen we hier zo naar Den Haag toe. Kijk, nou kun je rechtdoor, dan kun je zo deze boog op. Van hier doorrijden en dan krijg je richting... Nou, ik denk 10 minuten eerder. Wel mooi geworden, vooral deze brug. Dit viaduct met die koeien. Provinciaal weg. Goeie brug. Ik vind het schitterend om te zien hoe het gemaakt is. Ja, wat ik het mooiste vind, dat ze toch vanaf het land toch een mooie weg hebben aangelegd. Dus en het straks de doorstroming heel belangrijk is, dat we gewoon wat sneller kunnen rijden weer. Het is leuk om te zien, er zijn ook mensen. Nou ja, het kruisen bij de A12, A20, het stuk in de Gouwen, dat maakt natuurlijk uit. Dus ik hoop vooral dat als ik naar Rotterdam ga, dat ik er een profijt van heb dat er minder mensen heen en weer gaan. Het is te hopen dat er minder ongelukken gaan gebeuren. Ja, de snelweg op bij Gouda en dan richting Den Haag. Ja, dat is altijd oppassen geblazen met invoegen. Twee banen opschuiven in een hele korte periode. Nu met de nieuwe weg heb ik dan de keuze om later in te voegen op de A12. Ja, ik vind het wel heel mooi geworden. Wel bijzonder. We hebben net bij de brug gestaan. Het is wel echt heel, heel imposant als dat omhoog gaat en je er zo vlakbij staat. Zij vindt het heel bijzonder. Ze heeft net ook een kunstje gedaan op de snelweg. De handstand, hè? Gewoon omdat het kan. Ja.